gaan een spannende dag, want vandaag komen de eerste twee paardjes aan. Als het goed is. Want ze moeten om 1:30 op Curaçao gebracht worden bij de haven. En ja, daar gaan we er maar vanuit dat het goed gaat. Dus een spannende dag, ben benieuwd. Ik ga nu eerst mijn appeltje eten. En ik heb vanochtend een tour met 3 mensen. En ik ga even mijn veters vastmaken nog steeds. We zitten pas net in de auto. Het is nu 5:05. Dus het is nog vroeg. En ik ga jullie meenemen. Spannend! Nou, inmiddels is het 7:50. We hebben alle stallen uitgemest en alles is schoon. Achter me zie je dat ik de bordjes van Scarlett, nou, dat sommigen zie je het niet. Maar die zijn er al af, want hier komt namelijk Fantastico in deze stal. En hiernaast komt Safira. En dan schuiven Sombra en Swenjo allebei eentje op. Dus de deur van Lady heb ik ook al verhoogd. Er zit nu een verhoging op met de deur van, met de naam van Swenjo al. Dus die komen daar. En Lady en Scarlett, die gaan dan naar de nieuwe stal daarachter helemaal. Daar. Maar wij gaan nu eerst eventjes een sapje drinken. Mark is inmiddels onderweg de gasten ophalen. Ik heb Tango net gepoetst en ik heb Poco gepoetst en Blondie ook al. En dan neem ik ook nog Maribel mee. Maar ik ga nu eerst even Tango opzadelen. Staat hij me aan te kijken? Mooie jongen. Even Poco ophalen, die is inmiddels klaar met eten. Die staat me op me te wachten. Poco opgezadeld achter me en ik heb Tango ook al opgezadeld. En ik ga nu Blondie pakken. Blondie opgezadeld, staat nog even te eten en ik ga nu Maribelleke pakken. Maribel staat er ook klaar voor achter me en ik ga nu eventjes een slokje drinken doen. Alle gasten zitten erop. En ik ga nu op Tango stappen. Waarschijnlijk. Dus dan zijn ze hier pas om 7:30, 7:30. Echt pas laat. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed, we gaan zien hoe ver we... Ja, ik hoop maar dat ze vroeg mogelijk zo komt. Hanneke heeft nog niet weer teruggebeld. Want ik denk, ik belde wel even terug, maar ze neemt nog niet op. Dus probeer ik zo meteen nog even. Maar ik ga nu terug naar stal en dan ga ik Mark ophalen. En dan zien we wel weer verder. Het is inmiddels eventjes later weer. Het is even kijken, 2:30. En we zitten weer samen in de auto, Mark en ik. En we gaan nu eerst even naar Don Andres. Dat is het bedrijf van de boot. Dus van de boot waar de paarden op gaan. Ik heb net al foto's gezien dat de paarden ook inderdaad in de trailer zijn gegaan. Dus nu maar hopen dat ze ook een beetje spoedig op weg gaan naar Bonaire. En de bootreis duurt wel 1:05 uur. Dus het is wel een hele trip voor ze. Maar ik ga nu eerst even bij het bedrijf langs kijken hoe laat de boot weggaat. En hoe laat hij ongeveer verwachtbaar dat hij aankomt. Ik moet natuurlijk ook nog even de douane betalen. Betalen altijd natuurlijk. En daarna moeten moeten dan de stalletjes netjes op orde maken en zo. Dus nog genoeg te doen vanmiddag. Current feeling! Anyway, ik kon dus nog niet betalen, want de boot is nog niet weg. Dus ik moet eerst wachten tot de boot weg is. En dan kunnen ze de papieren opmaken. En dan pas kan ik terug gaan om te betalen. Enzovoort. Dus... We zijn nu weer onderweg naar de paardjes, dus ik ga Mark eventjes bij de paarden brengen. En even kijken hoe laat ik dan weer weg moet, want ik moet ook nog eventjes voerbakken halen en ik moet nog eventjes water betalen. Dus wil ik eventjes op stal blijven en dan weer onderweg gaan en daarna ook weer gaan betalen daar. Dus zo blijven we lekker bezig hier. Zo, even op stal, net even wat paarden buiten gezet. Mijn Blaze ligt daar gelijk lekker te rollen. Maar hij blijft meestal ook gewoon even plat liggen. En daar is Tigrette ook nog. En Poco heb ik helemaal aan de voorkant gezet in de round pen, die staat daar.
Ik Blaze lekker liggen, joh. Die blijft gewoon liggen ook echt. Heerlijk in het zonnetje. Dit is inmiddels een nieuwe stal. Mark is bezig met stalletjes inrichten. Dus deze ligt al bodem in, die nog een klein beetje. En dan komt er nog gewoon het nieuwe zaagsel overheen. En ik heb hier de bordjes opgehangen. Hier komt Lady. En hier komt Scarlett. En die gaat dus verhuizen van voor naar deze nieuwe achterstallen. En ik heb net eventjes ringjes opgehangen. Daar eentje. En daar eentje. En hier komt dan Larina. En deze komt Blondie of andersom. Maar in elk geval die twee. En een hekje voor. Moet nog geschilderd worden. Jongens, jongens. Wat een werk allemaal. Maar ik ga nu weer onderweg. Nou, ik ben weer onderweg. Ik zit nu zelf achter het stuur weer. En ik ga nu eerst naar Kooiman. Eventjes voerbakken en waterbakken halen voor de nieuwe paarden. We hebben gewoon een grote kuipen voor. En daarna ga ik weer naar Don Andres, het bedrijf van de boot, om hopelijk te kunnen betalen en te horen hoe laat de boot aankomt op Bonaire. Dus ben ik weer op stal en de nieuwe stal is zo goed als klaar. Dus ik ga de eerste bewoners brengen. Ik heb nu een kleine Lady bij me. Die mag er als eerste in. Ik ben heel benieuwd. Nou, daar staan ze hoor, de eerste bewoners. Scarlett en Lady. Ze vinden het helemaal spannend. Ik heb ze maar gelijk ook eten gegeven. Dus water, de linkerbak is de waterbak en de rechter is het voer. En mijn Lady andersom. Lady zat gelijk te eten. En Scarlett vindt het nog een beetje spannend. Zo, we zijn nu voor hier klaar. Het is ongeveer 17:15 denk ik. We hebben Scarlett en Lady verhuisd. En hier hebben we achter me de twee stallen waar Safira en Fantastica inkomen. Dus ze komen vanavond ongeveer om 9:15 aan. Dus naar huis doen, dan gaan we gewoon douchen en eten. En dan, we wonen vlak bij de haven, dus dat is makkelijk. Dan gaan we dan gewoon rond 9:00 kijken of ze er al aankomen. Nou lieve kijkwijs kindertjes, het is 9:50. We zitten in de auto, we gaan naar de pier toe. Ik ben benieuwd of ze een beetje op tijd zijn. Kijk, daar komt de boot. Het zijn lampjes, maar ik zie dat het een boot is. Nou, daar komt hij hoor. Hij is nu aan het aanleggen. Daar is Mark en daar is Hanneke. En daar ben ik zelf, maar ik ben niet zo goed te zien denk ik in het donker. Maar we zijn in blijde afwachting van de boot. Nou, daar zat de trailer hoor. Je ziet een heel klein stukje tussen de containers in. Dit is de laadklep. En hier zat een jongen aan te leggen. Ja hoor, daar zat de trailer. Hij is nu de klep aan het laten zakken. Dus kunnen we hem zo meteen afrijden. Mark gaat met de auto de paarden eraf rijden. In de auto van Hanneke. Het ging toch niet zo makkelijk met de auto van Hanneke, dus we hebben maar de takelwagen, ja, Klompen Jan gebeld. Die is even wat hoger, dus dan gaat het misschien even wat makkelijker. Hij kan hem ook optakelen. Nou, daar staan ze hoor, achter de takelwagen. Twee koppies, dag kinders. Dag. Mag er bijna uit. Nou, ik rijd met Jan mee in de takelwagen. En ze staan er nog wakker bij, erachter. Mooi lampje erop, kan ik het ook goed zien. Ik zie twee kopjes kijken. Kijk nou, een wilde ezel. We zijn er bijna trouwens hoor, we rijden op de zandweg. Waar is jij naar huis? Ben jij er vrolijk van? Kunnen we er wel mee? Ja, we zijn op stal. Ik ga even kijken hoe ze erbij staan. Hanneke staat er ook nog bij, denk ik. Oh ja, ja. Volgens mij zijn ze wel rustig. Hoe is het met de kinders? Ik heb maar een klein lampje, zaklampje hier, kijk maar. Hier staat Fantastico. Kunnen we in zijn gezichtje schijnen? Oh, zielig. De Poco maakt gelijk weer een hoop herrie natuurlijk. Die staat erachter helemaal. Sommige kijkt over het muurtje heen. Nou, het is bijna niet te zien zo. Het is donker natuurlijk. Kijk, daar hebben we Safira. Hoi. Daar is Safira. Sommige staat met zijn hoofd over het muurtje heen. Ja, het is bijna niet te zien zo, hè. Het is inmiddels 11:55, 's avonds. We zijn moe, heel moe. We gaan nu naar huis toe. Paardjes staan lekker op stal. Staan vrij rustig. Staan lekker te eten, een beetje te drinken. En natuurlijk wel even kennis maken met de buren. Safira staat naast Sondra. Dus die moest nog wel even kennis maken. Ik film niet mezelf, omdat ik anders gewoon niet te zien ben. Dus jullie mogen even meekijken op de weg. Maar bij deze ga ik wel de vlog voor vandaag afsluiten. Dus ik hoop dat jullie het leuk vindt om te zien. Morgen meer van de paardjes natuurlijk. Of tenminste, ja, ik weet niet of het voor jullie morgen is. Maar in elk geval, ik ga morgen weer vloggen. Dus dan kan je daarna in de volgende vlog zien je meer van de nieuwe paardjes. En nou ja, nogmaals, wel weer leuk om te zien. Vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Geef even een duimpje omdat je het video leuk vond.